Het volgende fragment gaat over de aanspreekvorm. Er zijn steeds meer mensen die zich identificeren als iets anders dan het geslacht waarmee ze geboren zijn. Zangeres Halsey bijvoorbeeld. En belangrijk is dat ze wil aangesproken worden als they. Mm. En niet meer als she. En dat heeft ze besloten omdat ze nu zwanger is en zich niet zoals ze verwachtte heel vrouwelijk voelt, maar vooral heel menselijk. Oké. Okay. Met hen. Hen, ja. Hen is toch gewoon ook gewoon fout Nederlands, met hen? Ja, maar... Nee, het is met, gewoon... Het is, hoe, het is geen hij, non-binaire personen, zeg maar, genoemd willen worden. Nee, een vrouwelijke kip. Nou, ik denk dat het wel ongemakkelijk is, want het geeft natuurlijk heel veel verwarring. Dat als je zegt, hey, wij komen eraan, dus dan zet je en de koffie klaar en gebakjes en weet ik veel wat. En dan komt er één persoon binnen. Dus het lijkt me niet... lijkt me, dit is heel verwarrend. Ja, het is heel ook heel mensen. Verwarrend. En dit soort dingen gaan ook al snel... En mensen met een persoonlijkheidsstoornis voelen zich aangesproken. Ik denk ook, ja. Ja. Ja, god, ja, maar heel veel problemen kan dit opleveren. Ja, mm-hmm. Want het gaat ook snel fout. Zelfs een koningin inclusiviteit als Lucia Rijker heeft er moeite mee in Dream School, waarin ze een confrontatie heeft met iemand die als man geboren is, maar zich identificeert als vrouw. Ik kan wel punten in mijn leven opnoemen, maar valkuilen voor je zou ik niet weten. Hij had nog moeite en er waren nog wat mensen die moeite hadden met duidelijkheid, want we hebben niet iedereen gesproken. Ik ben geïrriteerd. Ik keek heel erg tegen Lucia op eigenlijk. En vervolgens, het was niet bewust, werd ik een hij genoemd. Ik heb jou per ongeluk niet aangesproken over... Ja, dat weet ik. Daar werd ik net eigenlijk ook heel erg boos. Ja, dan mag je gewoon tegen me zeggen. Mijn excuus daarvoor. Ja, oké. Okay, maar ik werd net wel boos om. Okay. Dus daarom ik ook geïrriteerder ben. Oké, okay, maar mijn excuus daarvoor. Omdat het haar dwars blijft zitten, besluit Jade Lucia op te zoeken. En waar word je boos om? Nou, gewoon, ik heb het idee dat je, kijk, dat je dan per ongeluk deed, oké, okay, dat dacht ik van, oké. Okay. Maar als je dan terugkomt met die camera, dan heb ik gewoon het idee, oké, okay, dan doe je het expres. Nou, pittig. Hè? Huh? Pittig. Nou, hij is gewoon, hij heeft gewoon heel veel pijn. En hij zoekt nu een mogelijkheid om die te projecteren. Zij, denk ik, dat we toch moeten gaan zeggen. God. Ik moet echt heel voorzichtig met hem zijn. Met haar zijn. Haar zijn. Jade. Think. Jade. Je kan oh, haar niet kwalijk nemen. Nee, Die vrouw heeft heel lang gebokst. Weet je hoeveel tikken ze tegen haar hoofd heeft gehad? Die kan dingen niet meer registreren. Zoals nee, maar zijn, niet alleen daarom. Maar ook omdat zij zelf het voorbeeld is van dat die energie, de man-vrouw energie in haar, dat is heel erg haar thema. Dus dit doet ze niet expres. Ik kan het haar echt niet kwalijk nemen. Maar wat bedoel je met die man-vrouw energie in haar? Nou, ik heb wel eens voor een heel ander programma voor haar een jurk laten maken die voor de helft mannelijk en voor de andere helft vrouwelijk was. Dus aan de ene kant een pak en aan de andere kant een jurk. Omdat zij in haar karakter ook heel erg worstelt met die mannelijke sport en de vrouwelijke empathie. Dat is gewoon haar, weet je, haar intrinsieke interesse en thema. Dus ik weet zeker dat dit een soort... Weet je, totaal niet zo bedoeld. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Er is maar één manier om dit op te lossen. En dat is gewoon een bokswedstrijd tussen deze twee, toch? Wel goede televisie. Maar zij is ook een, die dame die dan eerst in haar was, maar nu in zij, is ook wel een beetje op zoek naar de... Ja. Ze is nou niet echt soort heel actief en dat ze het leuk vindt. Ze is ook een beetje zo van, ik heb hier echt geen zin in. Nee, maar we kijken hier naar een... Ja, sorry dat... Ik vind het ook we kijken ook naar een patiënt natuurlijk hier. Zij is in de contramine. Ik vind het sneu. Dit is in feite gewoon een psychisch probleem. En ik neem het in de zin van, ik zou dat niet uitbuiten. Dit, ik zou niet hard heet tegen haar gaan zeggen. Maar, nee, maar Lucia... Maar ik vind het voornamelijk sneu. Lucia wil volgens mij heel graag zij zeggen. Maar ze zit gewoon vast in dat patroon. Ze zegt steeds, hij, zij. Dus het is gewoon komt ook lastig. Door die stem die nog ontzettend mannelijk is. Ja. Dus dat helpt natuurlijk ook niet erg. Het fragment dat we hebben voorgelegd aan de 1000... heeft hier alles mee te maken, hè? Kijk maar. Maradoni, jij mag als eerste op de knop drukken. Nu? Ja. Bam! Heel goed. Bam. Mag ik nu een vraag stellen? En publiek, let goed op. Ben ik een man? Nee. Ben ik een vrouw? Ja. Ben ik een influencer? Ja. Ja. Influencer? Ja. Ben je ze heel goed in opmaken? Ja. Mag ik dan zeggen wie ik denk? Ja, zeg het. Ja. Ben ik dan Nikki Tutorials? Ja! Ik heb nu
Ik heb het goed. Ja, dat was een ding. Ik kreeg man getrouwd. Heel is het een vrouw nu? Die is een vrouw. Ja, die is een vrouw, hè? Nou, je ziet dat Caroline Tens geen kwaad in de zin heeft, maar ze zegt heel duidelijk, het was even een dingetje, geen man, geen vrouw. Maar het is nu een vrouw natuurlijk. En ook Caroline werd online hierna uitgemaakt voor transfoob en bood haar excuses aan Nicky de Jager aan, die ze een prachtvrouw noemde. Ik zie jou je opvreten. Is de transgender club, en bedoel ik echt niet denigrerend, geholpen met dit soort discussies? Dat vraag ik me af. Nou, volgens mij geef je het antwoord. Jij denkt van niet. Nee, want zij doet het niet expres. En nou, uiteindelijk is het... Nee, precies. Intentie is heel belangrijk hier. Ja. Maar ging het hier om het woordje het? Dat ze als... Het ging erom dat ze zeggen, het was even een dingetje. Man, vrouw. Maar ik denk dat ze het heeft over, omdat hij zegt van, is het een man of is het een vrouw? En het publiek werd gereageerd. Dus dat vond ze het dingetje van, ja, het is even een dingetje dat het publiek daarop reageert. Maar ze heeft natuurlijk helemaal geen kwaad in de zin. En ze sluit het ook af met, ja, het is natuurlijk een vrouw nu. Ik vind dat het label wat ze dan krijgt... Ja. Als transfoob. Precies, dat gaat te ver. Dat vind ik echt een beetje ver gaan. Ja. Maar dat is denk ik wel waar we het nu over hebben. Als we het hebben over deze tijd. Je hoeft maar iets te zeggen. Mm-hmm. Iemand voelt zich gekwetst of beledigd. En jij wordt weggezet als een racist. Of als iemand die... Wat is er mis met iemand die een racistische opmerking maakt? Iemand die een racistische opmerking maakt, hoeft niet per se een racist te zijn. Ja. Dus je hebt slechte mensen en je hebt goede mensen die slechte dingen doen. En die slechte dingen, die kun je door jezelf te onderwijzen, die kun je beter gaan doen. Ja, maar door social media is er nu een soort eigen richting gecreëerd, waarbij je dus als massa gewoon iets kan afkeuren. Dus dat is nu allemaal veel makkelijker. De vraag aan de 1000 was natuurlijk, kon de opmerking van Caroline Tensen? Hoeveel procent denken jullie van de 1000 vond kunnen dat, dat ze zei het was even een dingetje, man, vrouw? 98%. 98%? Ik denk, vrijwel iedereen vindt dat. Omdat het heel hoog. Nee, Caroline is publiekslieveling. Niemand is boos op Curly. Wij gaan dan wel voor minder. Ja, oké, okay, als jij het zegt. Ik wil... Nee, wil je 99? Ik denk 97. Nee. Nee, ik denk 90% wel. Ik denk dat mensen... Ja, je voelt gewoon, hier is helemaal niks aan de hand. Het is belachelijk dat ze haar excuses heeft aangeboden. Dat vind ik echt serieus. Ja. Dit is echt, er is niks aan de hand. Oké, dus jullie zeggen... 90% en 98%. Martijn is het er nog niet helemaal mee eens. Maar 98% voor Martijn en Jort. Het is gewoon mijn gezicht, hè? Wat de peiling zegt. 74% vond dit kunnen. Ik dacht eerlijk gezegd inderdaad dat hoog zou zitten. Gewoon puur omdat Caroline Tens een publiekslieveling is en er geen kwade intentie achter zit. Ja, maar dat er geen en zij had wel een appje aan. Nee, maar kijk, zaken, dan kan je nog steeds die Nicky bellen of een appje sturen van, joh, sorry, dat is helemaal niet persoonlijk. Precies. Ik snap niet dat het altijd meteen zo oud in die open in het publiek moet. Er moet een publiek demasqué komen en een boetedoening. En dat is deze tijd. Wij hadden vroeger in Amsterdam het galgenveld. Ja. Daar werd dus heen gebracht. En dat is wat Twitter nu is. Ja. En sterker dat woord, de massa wil het ook. Ja, de massa heeft dit en is op zoek ook. Ze roepen erom. Ja. Excuses. Er moet zo nu en dan iemand hier in deeld worden. Dat is het gewoon. Edson en Victoria, jullie zaten er het dichtst bij. Een duimpje is voor jullie.